Hey guys, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is inmiddels al 4:30 en ik ben de weekvlog nog niet begonnen. Omdat ik echt mega druk was met school, dus ik had er nog niet echt tijd voor. Maar ik hoop dat jullie zin hebben in deze weekvlog. Heb je er zin in? Doe alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan gaan we gelijk beginnen met deze weekvlog. Ik heb echt de hele dag meetings gehad. Ik ga nu lekker op bed zitten. Ik ben even een weekvlog van Fleur aan het kijken. Ik ga toevallig vrijdag met Fleur afspreken. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. We gaan samen een video opnemen. Maar ja, zoals ik al zei, het is nu 4:30. Ik ga lekker video's kijken en een beetje rustig aan doen. Oh mijn god jongens. Ik had natuurlijk in mijn vorige vlog gevraagd of jullie nog pannenzegels hebben. Maar ik heb echt zoveel zegels van jullie gekregen. Echt super lief. Ik heb nu 2 volle spaarkaarten. Dus ik ga even wat pannen halen binnenkort. Echt heel erg leuk. Ik had niet verwacht dat mensen zouden reageren, maar echt heel erg chill. Het zijn echt mooie pannen, dus thanks. Als je dit ziet, heel erg bedankt voor de zegels. Hey guys, het is vandaag woensdag. Het is inmiddels al 1 uur, maar ik was de ochtend lekker begonnen met wat oogmaskertjes. Die had ik namelijk gekregen van Carlijn en ik heb een keer een gezichtsbehandeling gehad bij Carlijn. Alleen zoals jullie misschien wel weten, nu vanwege corona zijn natuurlijk alle salons ook dicht. Maar ja, zij heeft dus ook een eigen YouTube kanaal. Ik zal haar linkje wel even in de beschrijving neerzetten. Als je wil abonneren, dan kun je ook een beetje supporten. Echt super lief, ze had mij dat dus opgestuurd. En ja, ik hoop ook echt voor iedereen dat alles weer binnenkort weer open gaat. Maar dit is haar visitekaartje. Echt heel erg leuk. Maar het is dus nu inmiddels 1 uur. Ik heb een video opgenomen net. Die heb ik ook al deels bewerkt. Ga ik straks afmaken. Maar ik heb om 1:15 een meeting. Dus ik ga nu even snel een wrapje eten. En dan ga ik zo naar de meeting. Verder vandaag, het is vandaag woensdag. Ik heb niet echt wat te doen. Als het goed is komen er straks wat pakketjes binnen. En die zal ik dan ook wel eventjes unboxen. Oké, jongens, het is inmiddels 2:55. Ik heb net een video bewerkt en ik ga hem straks exporteren. Maar er is net een pakketje binnengekomen van de Douglas, want ze hadden weer eens korting. Volgens mij hebben ze dat echt heel vaak bij Douglas, zo'n shopping night. Maar als dat eenmaal zo is, dan bestel ik altijd mijn wenkbrauwpotlood. En dit is dus het potlood wat ik gebruik. Dit is het Micro Brow Pencil van NYX in de kleur taupe. Dus ik heb hem 2 keer besteld. Het was 16 euro voor 2. Normaal zijn ze iets van 10 euro. Dus ik had 20% korting. Ik snap alleen niet waarom ze dat in zo'n mega doos versturen. Het past toch ook gewoon door de brievenbus. En ik heb deze 2 testertjes erbij. Ik had hier een andere voor gevraagd. Een mannenparfum. Maar maakt niet uit. Deze is misschien ook wel heel lekker. Ik had namelijk het ene dat Sauvage of zo. Want die zie ik overal op TikTok. En ik was wel benieuwd hoe die rook bij een man. Voor deze ruiken. Oeh. Oh nee, ik heb op mijn vinger gespoten. Oeh. Ruikt een beetje naar sudocrème of zo. Nou, misschien moet ik hem even beter ruiken straks. En ik had ook deze. Van Givenchy. Oh. Moeder, deze is echt heel zoet. Wel echt mega lekker. Maar ja, dat had ik dus besteld bij de Douglas. Wel chill altijd. Die testers kan je altijd wel even proberen. Zou er nog een ander pakketje binnenkomen, maar die is vertraagd met de post. Ik ga nu nog even wat doen voor school. Ik heb mijn eerste studiepunten binnen. Ik had het al in mijn vorige vlog een beetje verteld. Maar wij krijgen dus zeg maar beoordelingen op onze portfoliopagina's. En zo'n beoordeling telt dan als een studiepunt. En die studiepunt kan dan beoordeeld worden als in progress, meets the standard of exceeds. Dus exceeds is zeg maar bovengemiddeld goed. En meets the standard is gewoon voldoende. En dat in progress is dan nog dat je eraan moet werken. Maar ik heb nu 2 exceeds, dus dat is echt heel erg goed. En dan 2 meets. En op 2 ben ik nog aan het wachten. Dus ik heb nu al 4 studiepunten. Ik weet niet voor hoeveel studiepunten die meetellen. Maar volgens mij moeten we gewoon die hele lijst afwerken. Maar ik ben al aardig op weg, dus daar ben ik blij mee. Het is ook wel echt motiverend als je, ja, als je werk goed beoordeeld wordt. Hey guys, het is vandaag donderdag en ik ben vandaag echt zo druk bezig dat ik helemaal ben vergeten om te filmen. Het is nu 2:30. We hadden net een workshop van 3 uur over Instagram. Dat was wel echt heel erg interessant. Met Kirsten Jassies van Instaproof.
En ik moest ook wat vertellen over mijn Instagram-account. Dus dat is ook wel echt heel erg leuk. Maar ik ben nu heel erg druk bezig met een Instagram-post voor onze opleiding. Die moet ik maken na deze workshop. Dus ik ga er wat over posten. Maar daar moet ik nog feedback op krijgen. Dus ik heb het net gemaakt. En ik wacht op feedback, zodat ik dat kan veranderen. En dat ik dan die gemaakte dingen kan posten. Dus ik ben benieuwd of ik zulke reactie krijg. Dus daar ben ik nu op aan het wachten. Oké, guys. Het is inmiddels 5:30 en ik ben eindelijk klaar. Ik heb helemaal rugpijn en kontpijn van het zitten op die stoel. Maar ik moest dus een Instagram pagina of een Instagram post maken voor onze opleiding. Dus dat heb ik gedaan. Ik kan het wel even laten zien. Kijk, dit is dus wat ik heb gemaakt. Na de workshop van Kirsten. Dus hier kan ik ook mijn studiepunten mee aantonen als het goed is. Dus ja. Dus ja, hier ben ik echt de hele ochtend mee bezig. Of de hele middag mee bezig geweest. Want we hadden die masterclass van 10 tot 1. Dus het duurde ook al echt al 3 uur. Dus ik heb het gelijk gemaakt na die masterclass workshop. Ik kom echt niet meer uit mijn woorden. Ik heb echt even rust nodig. Ik ga straks lekker Temptation kijken na het eten. Ik heb echt de hele dag gewerkt. Ik heb niet echt pauze gehad of zo. Dus ik ben een beetje dood op. Maar morgen ga ik met Fleur filmen. Daar heb ik trouwens echt heel erg veel zin in. Ik ga lekker naar Den Haag. Dus ja, ik ga straks lekker eten en dan even lekker niks meer doen. Want ik ben echt helemaal gaar. Er is net een pakketje binnengekomen. Ik hoop niet dat je mijn adres zag. Ik heb een pakketje binnengekregen van een PR-bureau. Want ik kreeg een berichtje of ik een jas wilde uitzoeken. Maar het is van het merk Colmar Originals. Echt heel nice. Oeh. Er zit zelfs nog een hanger bij. Lol. Oh, dit is echt een fijn tussenjasje ook. Ik zal morgen wel even aandoen. Ik ken het merk nog niet, maar dit is dus het merk. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Colmar Originals. Heel nice. Het is een beetje een champagnekleurige jas. Hey guys, het is vandaag vrijdag. En ik ga richting Den Haag, want ik ga naar Fleur. We gaan samen een video opnemen. Echt er veel zin in. Ik ga nog even een bloemetje halen. En dan ga ik daarheen rijden. Het is een uurtje rijden ongeveer. Een uurtje, een kwartier. Dus ik heb er zin in. We gaan 2 video's opnemen. Eentje voor mijn kanaal en eentje voor haar kanaal. Oké, guys. Ik ben bij Fleur. Hoi. We hebben net de eerste video opgenomen. We gaan nu even wat eten bestellen bij Fappiano. Lekker. Ja, ik zit even te... Ze hebben best wel veel soorten pizza. Ja. Maar misschien gewoon pizza margarita. Ja, en we hebben een pasta en dan gaan we een mukbang opnemen voor mijn kanaal. Yeah. Waar gaan we die video plaatsen trouwens? Ja, weet ik. Vrijdag? Ja, ik kan wel. Ik heb toch nog niks gepland. Ik heb vandaag ook geen video. Niet? Oh, nee, ik wel. Ik was gewoon helemaal vergeten. Ah joh. Ja, je was natuurlijk druk met verhuizen. Ja. Kijk, het nieuwe huisje. Of nee, huisje. Het is best wel groot. Het is inmiddels 5 uur en ik ben weer thuis. Het was echt mega gezellig met Fleur. Lekker gekletst ook nog daarna. We hadden echt 2 leuke video's opgenomen. Dus die komen vrijdag online, zoals ik al zei. Ik ga nu alvast denk ik even een beginnetje maken aan die video. Dat ik hem ga bewerken. Ik ga ook even mijn mailtjes doen, want ik zie dat ik een aantal mailtjes heb. En ik heb niet aan school gewerkt vandaag, dus ik heb ook al berichten in Teams. Dus ga ik ook even lezen. Oké, ik ga nu hier nog even mee aan de slag en dan weet ik niet wat ik ga doen. Ik heb echt geen plannen, maar we kunnen natuurlijk ook niet zoveel. Maar het was in ieder geval echt mega gezellig met Fleur. En ze heeft echt zo'n leuk huisje. Ik wil ook echt op mezelf als ik dit zo zie. Hey guys, het is vandaag zaterdag. Het is nu 10 uur en ik zit al in de auto. En ik ga zo shooten in Amsterdam met Jessie en Sam. Dus ik ga je nu even ophalen in Alkmaar en dan rijden we door naar Amsterdam. Het is echt heel koud. Het is 0,5 graad. Dus ja, ik heb mijn microfoon nu niet op de camera. Maar voor onderweg is het niet zo heel erg handig. Maar ik ga nu rijden. We hebben net foto's gemaakt. We zijn even bij de Mac, dus we gaan even een mini mukbang doen. Ja. Oh, hij is een beetje overbelicht. Ja,
Dat is maar beter, anders zie je allemaal bubbels. In de bek. Wat hebben we allemaal? Kipnuggets? Kip 9 minuutje. Ja, maar lijkt er wel 10. Wat is een menu dan? Kip 9 menu? En dan heb je die friet en dat drinken erbij. Oh. Dan is dat goedkoper volgens mij. Ja? Ja? Is dat zo? Dat is echt zo. Oh, dit gaat helemaal niet hoe ik wil. Ik wil dat het er zo lekker makkelijk in kan. Hey guys, het is vandaag zondag. Het is nu bijna 2:30. En ik had nog een pakketje wat ik aan jullie wilde laten zien. Want ik had namelijk een koptelefoon binnengekregen van Sony. Echt super tof. Zoals jullie weten, ik film nu ook met een Sony camera. Die heb ik ook gekregen voor een samenwerking. En deze dus ook. Echt heel erg nice. Ik heb hem deze week helemaal uitgetest. Dus ik kan uiteindelijk aan jullie een beetje reviewen, zeg maar. Maar dit is dus de koptelefoon die ik heb ontvangen. Je hebt hem ook nog in het zwart. Dit is de grijze variant. Hij lijkt een beetje beige. Ik vind hem echt heel erg mooi. En deze koptelefoon heeft dus noise cancelling. En ik had eigenlijk nog nooit echt zoiets geprobeerd. Maar dit is echt bizar. Maar ja, het komt dus in zo'n mooie hoes. Echt heel erg handig ook. En dit is hoe hij eruit ziet. Zoals ik al zei, die kleur is echt een beetje beige grijsachtig. En hij is gewoon draadloos, dus dat is ook echt top. En dit is hoe hij eruit ziet. Als ik nu ook zo praat, dan hoor ik mezelf echt heel apart of zo. Die noise cancelling die er ook in zit, het is echt bizar. Je kunt hem gewoon besturen met een app. Nou, dit is dus hoe die app eruit ziet. Dan moet je hem dus verbinden. Er zit ook gewoon nog een oplader bij en nog een draadje als je hem wel in de computer of zo wil doen. Echt heel erg handig. Hij werkt gewoon op Bluetooth, dus dat is ook echt heel erg fijn. En dit is echt top voor thuiswerken. Ik had ook al een story gedeeld op Instagram. Maar ja, ik ben nu natuurlijk best wel veel thuis aan het werk, ook met YouTube. Ik heb vanmorgen hier dan mijn video mee bewerkt. Maar dit werkt gewoon echt zo chill, want er zijn best wel veel geluiden buiten, maar ook gewoon binnen in huis. En als je dan gewoon dat noise cancelling aanzet, dan heb je dat dus niet meer. Dus dat is echt top. Dus ja, echt heel erg fijn. Ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten. Dit is hoe hij eruit ziet. Echt heel erg cool. Ik draag bijna nooit een koptelefoon, dus ik moet wel even wennen. Maar ja, ik vind hem er wel echt heel erg mooi uitzien. Dus thanks. Maar het is dus nu 2:30 en ik ga zo met Jul richting Lola. Want we hebben een Zoom-borrel met andere vrienden. Want we mogen natuurlijk niet met zoveel mensen bij elkaar. Dus we gaan daar gewoon lekker wat eten. We hebben allemaal kleine hapjes gehaald en ja, dan gaan we dus zoomen. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat. En gisteren waren we natuurlijk foto's maken. Ik heb daarna niks meer gefilmd omdat ik mijn auto of mijn camera in de auto had laten liggen. Beetje dom. Maar ik heb ook niet heel erg veel meer gedaan. Ik was best wel moe. Maar de foto's zijn echt super tof geworden. Die had Sam gemaakt. Ik zal even zijn Instagram in de beschrijving zetten. En ja, ik heb vanmorgen mijn kamer opgeruimd. Beetje mijn vlog bewerkt. Niet heel erg veel bijzonders. Maar ja, dus straks lekker even borrelen. Oké guys, ik ben weer thuis. We hadden lekker een online borrel. Was wel heel erg gezellig. Ik heb trouwens vanmiddag mijn plukjes zelf geknipt. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. Moet je maar even kijken op mijn TikTok. Ze zijn best wel kort, maar ik vond het wel leuk. Maar ik ben nu weer thuis en ik ga nu lekker douchen. Morgen weer de hele week aan school. Wordt weer een drukke week. Dus ik hoop dat jullie deze weekvlog natuurlijk weer leuk vonden om te zien. Hij is niet super lang. Ik ga proberen mijn vlogs wat langer te maken. Maar ik vind het gewoon een beetje moeilijk om te laten zien wat ik allemaal doe. Omdat ik ook niet zoveel kan doen. Dus ja, ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar ik ga mijn best doen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!